als jullie kijken allemaal mee, ik doe even een skin aan. Wat chips voor een lange livestream. We gaan arena grinden. Ja, let's go toch? Kom wat. Let's go. Ik heb de uitzending niet... gestopt. Ik heb niet veel punten. Gast, de uitzending is gestopt, zeg je. Ja, de uitzending is gestopt, hè. Van? Bij mij niet. Bij mij niet, bij mij niet, bij mij niet. Ja, toen ik hem, ik wou hem joinen. Toen. Oh, nou, hij bij mij niet, dus. Nou, we gaan lekker verder. Ja, natuurlijk hopen we winst te pakken. Ja, ik krijg min ja, dingen, dus ver toch. Pep. Ja, oude tijden, gast. En dan had je ook nog, even kijken. Die Orange Justice hadden we nog. Oh ja, 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 en we hadden nog, Oh, ja, nou, gaan we ik hoop sowieso nog, dadelijk in, op de livestream natuurlijk konden te niet halen, dat zou fantastisch zijn. Maar we gaan natuurlijk even grinden. Ja, let's go dan. Let's go, let's go, let's go. Even hier iets aanpassen. Even kijken waar die staat. On air, ben ik nou weer. Pep, hoor jij dit? Dat blazen? Ja, een beetje, maar is niet heel dat erg. Dat is mijn PlayStation die op aan het stijgen is. Ja, dat heb ik soms ook wel eens. Hij vliegt de lucht in. voor de meeste mensen, het is... Hoggy is... Hoggy of Rito is beste arena spotplek. Nee, Salty niet. Ik dus beter Salty gast. Ja? Ja, man. Sorry. Ik heb wel een vraag aan jullie. Doen jullie je marker zetten met kruisje of met R1? Ik doe met R1. Hoezo? Ja, ik wist nooit dat... Oh, en de map hier, zo. Ja, ik ook met R1. Ja, ik weet niet hoe de andere guys, mensen dat doen. Ja, ik doe het met mijn... Als je niet in de map wow, zit, yo, maar dan... Oké, laat maar zitten. We gaan weg. Maar dan met je linker... Ja, ik haal niks meer, gast. Pak brug, hier brug. Er zijn ook al enemies. Echt. Kom ik naar onder. Nee, daar zijn. Ja, we hebben echt een poepplek. Maar Echt een poepplek. Ja. Ik zal het wapens hebben kunnen ze pakken. Hey, Sven zit in de lobby. Ja, nou die kick was zo af. We gaan de arena. Staat in de titel dus. Oh, ik heb shot die. Gast, van deze steen krijg je 146. Als je niet eens... Maar één ding. Ja, als je... Yep. Kijk uit. Kom, we gaan een beetje richting risky. Kom, we gaan een beetje risky... richting risky. Oh, wacht. Nee, kom. Ik heb idee. Oké, blijf jij daar? Ik ben zo terug. Even iets halen. Zo handig. Namelijk een boot. Oké. Zit ze daar nog steeds? Ja, ik hak eerst met, want als ik heb geen wapen. Nice. Oké. Let's go risky, man. Let's go risky. Even daar loot en dan kunnen we door naar Frenzy. Ja, ik heb al een AR en een shotty dus. Oké, ik heb nog helemaal niks. Dus ga even maar... hierheen, er zit een groene XP voor. Oh, die heb ik al. Die boot die pret het gewoon. Pas op. Ja, enemies. Yes. Ik heb geen vraag. De nazi's, ze zijn er al. Yo. Ja, maar jij hebt shot, dus jij kan... Wacht, kom.
Ja, voor de mensen, ik heb misschien Shifty heel hoog staan. Dat vind ik chill. Dood, ja. Nog een hit, nog een hit. Waar? Waar? Waar de fuck? Oh, daar! Eentje die is wit, Pep. Ik kan helemaal niks, gast. Ze zijn allebei dezelfde skin. Ik ben ook wit, gast. Ik ben heel wit. En ze zijn... Ja, ze zijn ziek goed. Ik heb geen match meer. Kun je me misschien resten? Nee, gast. Nee. Helemaal niks. Ja, ik kan echt helemaal niks. Ha, we hadden ook echt zo'n hele slechte landingspot, gast. Ja, wel. Hoezo kan je niet opnieuw spelen? Dat moet erin, vind ik. Misschien om dan te voorkomen dat mensen met... Ja, ik weet niet, man. Huh? Er is gewoon geen goede reden voor. Nee. Misschien horen jullie wat op de achtergrond. Nou, dat zijn... Mensen... Ja, vogels. Wacht, deze hadden we ook altijd. Okay. Ik heb Sven wel. Ja. Wat even kijken. Deze hadden we altijd. Oh ja, ik had deze altijd. Oké, okay, let's go. Nou pakken we iets betere landingspot, gast. Voor arena zijn denk ik, voor hoge arena dingen zijn die... Ja, houtfabriek is niet meer... Ja, is goed, maar daar landen dan meestal mensen. Ja, we moeten een spot hebben met wat loot. Die moeten we inderdaad nog vinden. Hm. Ja, dus... Ja. Vorig jaar hadden we er al een paar. Ja, maar de map is veranderd, dus. Nee. Zo'n nieuw kutmap. Ja, zoals je ziet, ik heb niet veel arena punten. Ik speel ook niet extreem veel Fortnite. Ik nooit daarin, ik heb 720 punten. Jij zit niet eens heel weinig boven mij, hè? Oké, let's go. Denk deze bus, mist die of zo? Nee, Pep, ik ga even kijken naar waar de plek is met veel loot. Ja? Oké? Ja. Ja, is goed. Dan we... Hier zo op zich. Ja, maar daar zit de henchman. Wat loot. Ja, maar daar zit de henchman. Laten we... Oh, ja. Laten we dan daar landen. Ja. Op zich is dat best wel prima. En dan kunnen we nog een beetje lopen. Dan kunnen we uiteindelijk hier naar heen voor de hout. Voor de hout. En dan kunnen we daar nog naar achter of hier nog een beetje loot. Want daar yes. Niet en hier hebben we gewoon loot. En die met die zeppelin kunnen we naar boven toe. Ja, maar we moeten wel uitkijken, want ik denk dat hier wel een duo landt. Maar... Ja, nee, dit is gewoon een goede plek, gast. Dit. Dit is echt mijn season 3-4 ding. Ik kan zo'n hele season 3 outfit aandoen als ik dat wil. Ja. Hé, maar Pep, dit is echt wel een goede plek. Je paarse XP coin. Ja, die moet ik zelf wel nog pakken. Ja. Nou, ik pak die wel. Okay. Oh, hij ligt hier boven. Oké, hij gaat de lucht in. XP coins. Ja, misschien zie ik niet alles, maar dan moet jullie mij even helpen in de chat. Ik heb mijn sound effect iets minder hard staan. Dus... Maar ze hebben al die settings gekant, dus ik kan daar niet meer... Jullie stroom is zo pep. Ja, I don't know. Ik weet niet. Misschien... Is dit een gekke fabriek? Nee, maar we hebben hier... En een blauwe XP coin. Oeh, ik heb echt alleen een shotgun en een AR. Oh, level 56 ben ik ook. Yes. Ik hoor education. Ah, ik had meer loot verwacht, gast. Ja.
is net toch niet zo. Ik ga even kijken gewoon in de map wat wel een goede plek zou kunnen zijn. Hé hey man, dit eiland. Daar ligt ook een boot. Ja, yeah, I know. Daar, I know. Yo, yeah, I know, man. Daar gaan we landen straks. Ja? Ja. Ja man, dat is de plek denk ik wel. Ja, de land, ja, ja. Maar ik weet niet, zit daar cirkel altijd goed? Ik denk het niet, nee. Hey, moet ook nee, op... maar je hebt ook een boot. Ja, dat is waar. Ik ga naar Zipline. Ja, die moet, dus moet je, dan moet je nog bij die VIP'en, dan moet je die. Dus dan moet je eigenlijk, ja, we kunnen daar dan. Nog... Ja, we kunnen straks beter gewoon vieren, ja. Het is sneller nee, als looten. Nee, what the fuck? Huh? Wat? Sorry. Vind je van de zipline af? Ja, nou maar ik sprong. En normaal, je weet wel, als je springt kan je toch... Normaalijks kan je dan gewoon het randje er weer op, hè? Ja. Nou is dat dus opeens niet meer. Ik dacht dat het nog wel was. Dat vind ik echt heel weird, want... Ik had echt... Op zich, je hebt eigenlijk alleen een shotty en een AR nodig hier zo. Ja, eigenlijk wel. De rest gewoon een healing meenemen. Ja, eigenlijk wel. En ja, ik heb. Als jij de shield pakt. Ik heb 4 minis. Dus... Oké, ik heb medkit en 15 bandage. Ja, je hebt 3 slots hè met de dingen. De SMG heb je niet echt nodig. Nee, nou, soms wel, maar ook weer niet. Ja, om niet per se, want je kan je AR ook als SMG gebruiken. Ja. Ik hak dat die bomen gewoon weg. Ja. Je zit ook een beetje cirkel. Ik denk dat nu, op dit moment, het belangrijkste is om die 60 punten binnen te slepen. Want we hebben vorig potje min 10 gehad. Oh joh, 135 steen. Minis voor jou als je tip wil. Trouwens, als je op dat, ja, dat rondje, ja? Oh ja, de minis. Je weet wel, als je op dat rondje slaat, dan doe je meer damage. Heb je het sneller, krijg je meer ook. Maar weet je ook dat als je... Ik heb max hout. Oh, kut. Oh. Daar ligt nog meer loot. Ik weet niet of jij nog hout nodig hebt. Nee. Want er zitten in de cirkels. Dus hier zit je in de cirkel. Ja, ik heb echt geen met, dus ik moet echt heel wat gaan hakken. Ja, kom maar, ik heb hier wat hout liggen. Ja, nou hoeft niet per se, ik hak wel, maar. Ja, ik hak ook. Kijk, als je op dat rondje wil slaan, moet je de hele tijd bukken, dan raak je meer. Ja, ik hak gewoon het hout dat hier ligt, want ik ga de ijzer hier hakken. Yeah. Kan je het hout oppakken? Ja, maar kijk, Matt, moet je bij een boom proberen? Je moet de hele tijd crouchen als je een boom hakt. Weet ik. Want als je dan kan je... Ja, dan heb je meer. Dan heb je minder kans om gesniped te worden. Dat en dan hak je meer het rondje. Oh, dat. Ja, maar dat is niet zo moeilijk toch, het rondje hakken? Nee, maar soms mis je dan en dat kost toch wel wat hout. Oh, ja. Ik heb bijna 500, dus. Ik heb 500, ja, jullie gewoon hout kunnen pakken. Ja, ik heb ook 500 nu. Ik moet even nog wat. Dat komt goed. Nu met ijzer aan het hakken. Ik ga even kijken. Hier, dit huisje. Hier zitten hitchmans volgens mij, maar die gaan we niet pakken, man. We gaan... Zuipen. Oh, shit. Oh, wat? Ik dacht dat je dan in een tunnel ging, maar dat is ook blijkbaar weg. We kunnen beter een beetje hier... Ja, ik kan een bench bezoeken. Ja, ik neem een bench bezoeken mee en dan één medkit in plaats van 15 mensen. Kom, push je die mensen die hier op deze berg zitten? Nee, ja, denk je? Nee, maar... Jawel. Kunnen ze van achter pakken? Ja, maar we hebben geen placement, dus we hebben min 10 weer dan. Natuurlijk niet. Dan gaan ze kleppen. Je kunnen we nu een trap pakken. Ja, kijk wel uit hè. Krautje, krautje, krautje. Nu krautje. Dat kunnen jullie zien. Ze zijn weg, gast. Ja? Ik heb hier een paar spekel in.
Oh ja, die heb ik al. Kijk, misschien zit ze hier nog. Ja, dit hebben ze geloot. Ja, maar misschien zit ze hier nog dus. Nee. Is er nu iets qua resources wat je kan hakken? Nee, voor de rest niks. Nee. Ik heb ook echt alleen hout. Voor de rest heb ik echt helemaal niks. Ja, ik heb ook steen en ijzer, 300, dus... Gelukkig hebben we hier wel berg, ik denk dat ze hier een beetje zitten. Ja, hier liggen ook allemaal stenen, dus die ga ik ook hakken. Ja. En die stenen geven gewoon rustig 58, dus... We zitten nu al een kwartier in een potje. Dus, ja, dat is fucking lang. Ik deed 10 minuten net, maar het is niet normaal hoe snel dat gaat. Dus. Sven, nou, ik moet nog 5 stenen, dus... Maar dan heb ik ook weer max. Niet meer online. Nee, die mag, weet het, die niks zegt de hele tijd tegen zijn moeder ook dat het niet zo eerlijk is. Is ook niet. Hij had zijn moeder de hele tijd wel, want van zijn moeder mag je minder op de PlayStation, weet je. Hé, hey, kom hier, bij de brug. Nee, kom, ik heb hier nog huis, ongeloed. Ja, ga jij die maar looten. Oké. Ik heb hier 1 kistje. Gast, ik heb 11 minis. Oh, nice. Heel nice. Ik heb 11 minis, oké? Ja. En ik heb 100 en een medkit. Dus. Oh, ik heb hier nog minis. Ik heb max hout en steen, dus. Ja, je kan dadelijk naar mij toe komen via een zipline. Nee, yep, hier zit de zipline. Oké. Ja, wacht, ik kan wel naar jou toe komen. Ik ben naar huis, maar... Oh, hey, een kistje. Uit, want... Groene jaar en een big pot. Die big pot kan jij wel gebruiken. Ja, ik pak even die groene jaar, want ik heb een grijze. Welke heb jij? Oh, ik heb een blauwe. Oeh, heel nice. Dat kistje moet ik daar eigenlijk wel hebben, maar... Ja. Maar eigenlijk vind ik salty chill, maar die berg die is hier weggehaald, dat vind ik kut. Ja. Dat was echt gewoon nog, als je solo arena ging doen, dat was echt de perfecte plek. Ja, gewoon eens hebben. Ja, achter je, daar. Daar zo, mis. Jop, Assie. Die pakken we. Oh, eentje is one hit. Die net ijzer, die net op jou zat te sprayen, is one hit. Okay. Smeer het, hij leesde jou, ik kon hem even lezen. Zit je alles naar beneden of niet? Nee. Mooi. Eentje bewerkt. Ja, waarschijnlijk heeft hij die jou te schun. Ja, die ene die heeft waarschijnlijk geheeld. Heb je minis nodig? Ja, sure. 2. 1, Heel even gast. Oké, we zitten hier op zich best wel netjes. Ja, zet mijn loungebed dus. Ja. Dat is niet erg, dat is gewoon goed. En dan kunnen wij ook lekker weg. Ja, dat vind ik heel goed. Kom achtervolgen ze gewoon. Ja? Nee. Ja man. Net iets. Pak ze hier op een onverwachte plek. Boom. Ja, 331 op eentje heeft mijn shield. Ja, the fuck jongen, vuile tyfus verslaven dat het is. Level 71 joh. Oké,
Oh, kut verslaafd, kut kindje dat het is. Hoe kunnen wij ook geen placement hebben, gast? We zitten top 13. Krijg je top 12 ja. Placement? Ja, en dan. Maar waarom, nou, dan speelde ik ook zo slecht. Ah. Die boom. Maar ik krijg allemaal een invite van die spam binnen. Ja, echt hè, jongen. Misschien moeten we nou even, ja, nou pakken we die land, we hadden hun niet moeten pushen, man. Nee, nou pakken we die landingspot van de eiland, helemaal rechtsonder. Ja. Maar kijk uit daar, want daar kunnen best nog wel mensen landen. Dus kijk uit daar. Moet ik zwemmen? Ja. Hey, Daily Duo Cash Club. Moet je even options klikken? Options, ja. En dan options. En dan, driehoekje en dan party privacy. Moet je even per. Ja. Heb jij hem ook daarop staan? Hm? Heb jij ook je party privé staan? Dat kan ik niet, jij bent de party. Oh ja. Heel even anders. Wacht. Nou. Nee, ik wil deze niet. Nee, dan heb ik deze. Deze is secret voor je beeld gehad. Oké, let's go. Nou, als we nou die 60 punten binnenslepen, hebben we al echt. Dan hebben we 6 potjes goed gemaakt, hè? Ja? Ja, dan hebben we 6 potjes goed gemaakt. Die we niet. Daar waren we niet in de top. Kut, man. Dus. Oh, kut. Ik moet even mijn controller switchen. Even wachten. Oké, let's go gast. Kom aan dan. Kom dan. Oké, het is prima bus. Prima bus. Ga dus meteen springen. Als je kan springen, meteen springen. Ja. Kom maar, 3. Een kruisje zwemmen. Go. Nu kan je springen. Sowieso niemand die hier gaat landen. GG's man, deze game. Maar Pep, ik doe dat met R1. Daar ben ik gewoon gewend van vroeger, ik weet niet. Ja, ik ook. Ik... Vroeger was het gewoon alleen R1. Ja, vroeger was het gewoon alleen R1, ja. Ik vind dit skeletje echt leuk. Gast, we hebben die landing, we hebben hier. Hebben we nog... Ja, kijk die loot, maat. Gast, we hebben hier nog visplekjes zelfs, hè, hier helemaal. Denk jij achter? Ja, waarom? Gast. Hier gaan we elke keer landen. Wat als je hier lama hebt, gast, ben je stekt. Als je hier lama hebt, ben je stekt. Gast, dan ben je pas stekt. Als je hier lama hebt. We kunnen alles hier weghakken. Ik heb al een shotgun en een AR. Ik heb een medkit. Ik ook. Ik heb nog een big pot. Dat is niet heel goed, man. 2 medkits. En er is zelfs een missie klaar. Ja, maar kijk, we kunnen 2 wapens hebben nodig. Een AR en een shotty. En de rest moet je gewoon echt voor healing. Ja. Zo moet je spelen. Dat zeg ik ook altijd. We gaan dadelijk de cirkel zien. Ik zweer het. Ja, waarschijnlijk zit ik hoop niet dat hij weg is. Heel ver. Nee man, nee. Helemaal niet. Dus we kunnen misschien nog die Miautus gun pakken. Als daar niemand landt. En dan kunnen we nog die bergen, die zitten hier man. En dan kunnen we hier zo lopen naar hier. Dat is toch die AR die zwaar OP is? Ja, die zwaar OP is en zwaar veel damage in. Ja, die wil ik wel hebben, daar ben ik goed mee. Ja, ik ook best wel, maar jij mag hem van mij hoor. Mythics. Oh, blauwe AR, ik heb de 2 nodige wapens. Ik ook. Maar ik heb nog niet een al te beste shotty. Ik heb een blauwe AR. Niet voor mezelf. Ik heb het eerste huis genoemd. Heb jij dat daar in het midden allemaal genoemd?
Oh nee, nog niet. Ga ik nu doen. Of was het echt dikke GG's voor... Mag ik dat kiezen? Alle guys. Ja, dit is gewoon echt een goede plek dit, hoor. Dit kan trouwens gewoon mee. Echt dikke GG's ja, voor alle gozers die in deze game. Pep. Ja. Je bent dan sowieso ben je zwaar OP als je hier landt. Maar ik zei twee wapens eigenlijk. Maar als jij ook nog eens een sniper kan hebben, moet je één healing spot wegdoen. Ja, dan de slechtste healing spot wegdoen, ja. Of een rocket launcher. Sniper of een rocket launcher. Is het de groene AR? Ik kan 100-100 ook maken. Ik pak... machine gun. Ja, doe maar 100-100. Hier zit een kistje. Ja, ik pak het. Ik ben hier boven, is nog een kistje. Ik heb nog een medkit, want ik ben stacked. Wat, kijk. Mag jij hoor, ik heb jouw AR, maar... Wat? Echt? Ja, mag ik me echt? Ja, je mag hem echt. Ik heb jouw AR gehad. Oh, thanks, gast. Ja, ik heb aan de ene kant River Burst, aan de andere kant heb ik River AR. Maar dit is ook echt een nice plek, want hier... Kijk, Matt, kom eens. Dit? Maar ik heb ook Max... Hier heb je ook allemaal ijzer en zo. Ja, ja. Kijk, hier in dit huis zit zo'n... Ja, zo'n... Wat, hoe moet ik het noemen? Zo'n paal of zo. Oh, zo'n ding waarmee je kan upgraden. Nee, zo'n van vorige seasons. De oude map zat. Kijk daar. Ja, hier, kijk. Hier zo, dit. Dat daar. Boven. Dat is van de oude map, toch? Dat is daar bij die motel. Wacht, even daarnaast. Kijken. Daarnaast bij die motel, daarboven. Boven zit dat. Oh ja. Dat is steen, ja. Nee, niet naast de motor, maar dat zat hier zo ergens. Ja. Daar zo ergens zat dat, toch? Ja. Oude tijden. Heb jij max hout? Ik wel. Ik nog niet bij de ijzer max. Als je ijzer en hout max hebt, dan ben jij sterkt. Want hout is beter in fight en ijzer is in boksen en zo en ja, die shit. Yep. Nice. Wij Brennen en ik wou hier landen. Nou, hier landde iemand. Serieus? Ja? Wij wou hier landen. Voor een punt, omdat we best wel wat kwijt waren. Nou, niet deze toren hier hakken. Daar zit ik in. Wat is dat even gekke toren? Weet ik veel. Wow, yo! Die paal? Zo'n kleine paal die daar net stond, die gaf 54 ijzer. Dat 3 hits. What the fuck? Nou kan ik wel niet doen. Denk dat we 2 minuten vertrekken? De cirkel op 2 minuten erbij? Ja, sure. Ja, ik heb max hout en ijzer. Namelijk van steen. Ik moet heel even nog wat hout hebben. En wat en een beetje ijzer en dan zit het ook steekt. Ja, dan ga ik nu gewoon naar vast. Want ik moet ook om de berg heen lopen. Ja. Weet je, ik heb max van hout en ijzer en ik heb toch 250 steen. Ja, we kunnen water, want er staat geen stroming. Okay. Hier wel. Ik heb bijna max hout. Een boompie. Top. Ja, ik heb max hout. Gas, we zijn helemaal stikt. Echt helemaal stikt. Ja. 1 mini heb ik heb 5 bandage en 3 medkit. Ik heb 1 big pot, 4 minis, 1 medkit. Ah, lekker. Hier is het vast. Oh, yeah. Dit is het. Kistje. Lekker. We gaan gewoon hiernaar. Ah, dan een big pot voor jou. Tjie, kom die stekker. Dat kan niet iets.
Ja, maar die medaille vind ik zo kut. Wacht even, want Sven zit allemaal te appen. Ik stuur Sven een party invite even. Hij zei, laat me op zijn minst jullie party. Nou, oké, okay, weet je. Nou. Oh, dat weet ik niet. Oké, okay, Matt, we gaan iets voorzichtiger doen met mensen. Dus we gaan niet bijvoorbeeld kuiten in pushen of zo. Ja, maar dat, dan is het saai voor de kijkers. Ja, oké, okay, maar alsnog, wij willen gewoon veel arena-punten. Kijk, we gaan wel in fight, maar we gaan niet in één keer pushen. Want daar gaat meestal fout bij ons, we gaan gewoon rustig doen. Oh, gast, ik zit bijna op 555. Hier nog XP-coin. Ik zit bijna op 555. Ik zit op 555, gast, ik zit op 555. Ja? Ja, GG. Kom, we pakken deze GG, gast. Zit jij op 555 punten pas? Nee, 500... alles 500 materials, alles max. Oh, dat. Ja, ik moet nog wel steen, dus. Gast, hier is allemaal... Hier is een medkit, hier is... Nou, ik heb drie medkits, dus. Ja, ik heb er eentje, dus. Hier gewoon... Loot nog. Gast, ik heb gewoon dingen. Ligt er ook een beetje steen? Ja. Ik pak hier even deze. Zien de kistje dat dit hier naartoe is gerold? Oké, okay, sowieso. We gaan even... Wacht even, hoor. Ik hak hier even de stenen weg. Ja, en heb ik dat ook weer? Oh, ik heb een missie klaar. Nou. Ik heb even nog een beetje... Deze stenen, ze geven zoveel, jongen. Hier zal iemand deze steen heeft 900 HP. Die geef je 145. Is die Miautus plek? Hier is iemand geweest. Pep, daar komt door die koningskist die hier zat. Ja. Maar kom jij hierheen? Ja, ik kom daarheen. Want jij zit eng ver van mij weg. Ja. Dat, maar we moeten wel een beetje de hoogte opzoeken. Dus... Ja, weet ik. Kunnen kijken, eerst lazy checken. Ja. Dat we ineens hard in onze rug gecount worden. Sure. Op 22 hebben we, als het eruit weer zou zijn. Als er echt heel veel solo's, ik weet niet hoeveel veel solo's zijn, ik denk het niet. Heel leuk is het niet. Ik denk dat er een paar zijn. Ja, maar niet. Iemand die heeft hier gewoon een big ammo box geskipt, waarbij ik gewoon 70 AR ammo krijg. Wauw. Ik denk niet dat die nou mensen zijn, want ze hebben... Oh, ze hebben gewoon een koningskist laten staan. Nee, wat een idioot. Jawel. Achter de auto staat gewoon een koningskist. Wat zit erin? Wat zit erin? Ja, gewoon een koningskist. Ik ga hem nu openen. Gouden Sky, jij mag die paarse burst of Soul Trifle hebben. Nee, ik hoef geen burst. Ik hoef geen burst, gast. Jawel, je moet hem hebben. ik weet niet hoe ik blauw heb. Yes. Yes. Ja. Gewoon een koningskist dat ik niet open dus. Oh. Hoe kun je nou een koningskist vergeten? Oké, okay, hij stond voor... Zie maar achter een bosje, maar, oh, ja, maar achter een auto bedoel ik, maar alsnog. Je kan het wel horen, toch? Of niet? Ja. Ik check altijd die auto, omdat ik weet dat daar een kistje staat. Ja, daar zit zet altijd het kistje achter. Mag... En achter die auto stond deze keer de koningskist met de gouden scar. Als daar heb jij die paarse? Ja, ik heb die paarse. Als daar een shotty in zit, mag ik hem dan hebben, want ik heb een grijze tek. Dat is goed. Nou, ik heb een groene, is ook niet heel goed, maar dat maakt niet uit. Groene punt. Dus. Kijk, AR is goed bij ons, maar shot niet minder. Dus. Zit erin? Zit erin. Ja.
zie maar dit. En een beetje is. Gast, dit is niet eens geloot. Ik kun je wel meenemen. Minimin. Oh, ik heb hier nog een big en een mini poster naar me zitten. Ik heb 6 minis. Ze hebben een kelder hier, toch? Ja. Nog een blauwe AR en nog 6 minis. Gekker, we hebben die punten. Mag jij die? Nee, ik die. Vind je punt fijner of tech? Ik vind tech fijner, maar jij mag hem hebben. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb 6 minis, 15 bandage en 3 medkits. Ja, dus. Gast, ik heb 6 minis. Trouwens, zal ik die bandage wegdoen voor nog 6 minis? Nee. Voor 5. Nee. Ja, ik denk het wel, man. Ja, ik ga het doen voor 5. Heb ik 11 minis? Maar ik heb ook 3 medkits, hè? Ja. Ik heb 2. Ik heb 2 medkits. Kan jij deze niet meer meenemen? Welke? Nee. Ik heb wel 3. Zal ik dan gewoon Big Pot? Nee, man. Nee. Laat maar liggen. 5 mini. Ja. Oké, okay, let's go, gast. Ik heb een loungepad gekregen, dus. We hebben volgens mij echt elke luk. Deze kunnen we uitspelen, gap. Zeker, deze gaan we uitspelen. Ik heb gelukkig het hele lage ping. Ik heb zelfs onder de 30 ping de hele tijd. Ik zit de hele tijd rond de 21. Ja, ik zit rond de 22, 21 en dan gaat hij soms aan 9. Ja, ik zou ook zoiets. Gewoon, dan gaat hij soms omhoog en dan weer gaat hij heel hard naar laag. Kijk, nou is het endgame, dus nou krijg je betere loot uit kindjes. Yes, ik heb 12 minis. Ik heb er 6 en 3 bitpots. En we kunnen, als jij 1 AP bent, met mijn loot al 100-100 van maken. Ja, ik heb een medkit zelf. Daar liep iemand of niet? Nee. Ik heb zelf een medkit namelijk. We kunnen ze van achter pakken op de berg. Nee, anders worden wij daar gepakt. Nee. Gewoon niet. Anders worden wij daar gepakt. Kom hier achter. Ja, dan moeten we hier even wachten. Gast, daar. I see. Die pakken we, solo. Oké, let's go dan. Oké, hij loopt daar. Ja, achter. Oh, crack is hier. Ik heb hem heel hard gehit. 1 headshot, 1 headshot. One shot, 1 headshot. Met 1 headshot? Oh ja, jij ziet 3 kogels. Ja. Ja, got him! Holy shit! Wat gekker zeg. Wat heeft hij? Een blauwe tech voor jou. Oh, chill, thanks. En nog een medkit? Ja, gas. Gas, we zijn helemaal stik. Ga kijken onze loot. Hoef. Heb jij nog een big potje misschien? Ja. 3 heb ik er. Kom maar. Oh, kut, ze hebben me gezien. Ja. Ja, kom maar. Kunnen we nou het beste doen? Je bent hier achter. Kom, pep, kom. Laat me spitten. Oké? Ja, sure. Hier komt hij. Kom maar. Weg. Kom zo ver mogelijk weg. Ja, kut, sorry. We hebben 1 bot, gast. Ja, moet je laten liggen? Pak maar de 1 bot. Ja, revive maar gewoon. Gewoon in het open doen. Gewoon doen. Oh, sorry. Come on. Ik heb snel feeling, als jij is dadelijk even. Okay. Kom je sowieso heen. Ik heel zelf, oké? Ja. Oké, ik ga er eentje omhoog qua boxing, oké? Ik ga boksen. Ja, is goed. Boksen ja, we dadelijk nog 30, op in de cirkel. We hebben nog 800 punten. We gaan daar even naar cirkel en gaan we daar boksen. Ja. Ik box hier, ik wacht daarom op jou. Ja, ik heb Max. Kom. Oké, ik gast. Hoef niet te boksen. Nee. Oh, wat zijn wij lucky zeg. Hier boksen nu. En even boksen. Anders... Kom, ik weet een goede plek hier. Ja? 2 uitbreiden of 1? Ja, verder uitbreiden. Hoor. Pep, kom maar. Oké, en deze dan, hier? Ja, en die ook. Die zeker dan zo weer. Ja. Zo, en dan gaan we hier nog eentje boven.
Oké. Ja, ik moet heel even dit doen. Ik kan hem goed te boksen. Kom maar. We zitten helemaal flex, gast. We zitten echt helemaal. Ik check nog heel even. Ja, deze kun je in het midden gewoon zo laten. Okay. Kom maar. We kunnen ook nog naar onder. Ben je nog die dikkels? Ja. Thanks. Oké, gast, we zitten helemaal goed. We zitten goed. Moet er daar eentje naar onder? Kom. Cirkelcontact terug, hè? Dus. Ja, no. Ah, die daar bij de brug zitten echt perfect, jongen. Ja, zeker. Maar kan daaronder bij die brug zitten, oké? Ja, is goed. Ze zit ook in fout, misschien kunnen we het doorbouwen. Ja. Ik ga proberen dat ze me niet zien. We gaan met steen onder de fort. Ja. Onder hun fort. Yo, top. Ja, top. Gewoon twee boksen. Ik kan hier zitten. Pep, we kunnen hier gewoon zitten. Pep, we kunnen hier gewoon boven zitten, kom. Echt? Ja. Kijk dan. Dit is niet zo'n hele fijne situatie. Jawel. Ik blijf hier boven. Ik breid de box uit. Sure. Kijk uit. Kunnen we deze toren weghakken? Dan kunnen we mijn resources een beetje terug. Kom, ja. Hak dit weg. Oké. Ik blijf hier boven, gast. We zitten hier echt perfect. Kom, naar boven hier, naar boven. Ja? Kijk, kom. Ja, kom. Niet. Kijk eens, joh. Kunnen we gewoon weghakken? Ze zitten daar net. We kunnen gewoon naar twee kanten toe, als we willen. Oké? Okay? 3, 2, 1, daaronder, daar. Sprayen. Ze zitten daar achter nog. Kijk maar, ik zie de voetjes daar. Kom maar, sprayen. Hit. Ga jij erop af? Nee, ik ga niet op. Hij heeft minigun, Oh, kom, we moeten weg. Hij kan niet meer spelen, gast. Wacht, hij moet ook weg. Ja, knocked. Gaat er zelf uit. Oké, ik finish hem. Ik heb hem één hit kunnen doen. Die sterft van eigen spel. Ja. Yes. Lekker. Ja, ik heb nog één! Ja, ik probeer de high te pakken. Ja, sure. Kun je laat me zitten? We hebben nog pluspunten. Ja, ik ben denk ik dood. Oh nee, nog net niet. We moeten hier ergens gaan boksen en shit. Ik ga nu 100-100, ik ga nu 100-100. Gast, dit is heel lekker. Ik heb medkit. Ik kan mijn medkit innemen. Ja, ik ook. Ik maak 100-100. Ik heb weer 100-100. Ik ook. Bijna. Let's go, gast. Let's go! 3 kills, boys. Ja, ik heb 3, ik heb 0. Sorry, man. Maakt niet uit. Hé, ik heb de height. Ja, ik heb de height. Ik zit op height. Pep, ik zit op height. Ik ben dood. Kut, ik ben dood. Door de storm, gast.
zijn er nog drie gasten, nog één duo. Eentje gaat duo. Eentje gaat duo. Wow, ja, jammer. Ziekpotje, gast. Zieke game. Gewoon een goed potje dit. Zeker niet slecht gespeeld. Jezus. Speelden wij goed, zeg. Poh. Als ik kijk, dan... Nou, ik hou heel even een pauze met even een filmpje. Pep, ik ga heel even een pauze houden, want... Ja, gast, ik heb nog 190 punten nodig en dan zit ik in de kondertermiek. Zit je in divisie 1? Gast, echt, dit is ziek hoor. Ik vind dit was echt een heel goed potje. Ja man, maar hoe ver moet je zitten? 100. Divisie 9? Ik zit nou divisie 3. Ah, komt in de league. Ah, ik weet nog die goede oude tijd, dus ik gewoon in divisie 10. Ja. Vieze rot. Oké, ik moet heel even boter al eten. Wacht even. Ja, is goed. Wat leuk dat je te kijken naar een gloednieuwe video van Brawl Stars. Daar ben ik weer. En vandaag gaan wij ongeveer iets voor 100 dozen openen. Ja, de grote opening. Ik heb sowieso 63 normale dozen. Ik heb 3 dozen hier. Ik heb hier bovenop wat dozen staan. Want ja hoor, je boy heeft 10.000 trofeeën gehaald. Ja, ik ben er inmiddels eindelijk overheen. Dat mocht ook wel. En daarnaast zijn er ook nog wat kisten in de shop die ik ga kopen. Dus we komen ongeveer wel op iets van 100. Geen idee. En mocht ik helemaal niks krijgen, dan koop ik sowieso Tara uit de shop. Want die is best wel goedkoop. Ik stond namelijk op het punt om deze te gaan kopen. Maar dit is echt super overpriced. 350 gems voor 1 mythische knop. Dat moet je niet doen. Moet je echt niet doen. Je wordt gescamd. Ja, dit soort aanbiedingen van bijvoorbeeld Tara, die komen best wel vaak in de shop. Dus mocht je veel willen uitgeven, dan zou ik dat doen. Ik zou nooit zoiets doen. Ik heb dat ook 2 keer bij mijn epische knoppers gedaan. En daar heb ik spijt van. Want dat is gewoon gems weggooien. Zonde. Weet je wat? We gaan gelijk even wat kisten openen. Oh! Wow! Eerste kist. En ik heb gelijk een gadget. En dat is die van Jackie. Jackie krijgt namelijk een energieboost en beweegt 3 seconden lang 30% sneller. Dus dat is best wel heel erg chill. En dat komt heel erg goed uit, want ik wilde vandaag met Jackie gaan spelen. Zoals jullie zien, mijn Jackie is namelijk al rang 20. En de vorige keer was hij rang 18 of 17 of zo. Ik heb hem vandaag even geleveld. Ja, binnen noten had ik hem al op rang 20 staan. Maar deze solo showdown is echt perfect voor Jackie. Ik win het bijna altijd. Ook al ben ik rang 20. Ah, dat was een leuke eerste box, maar hartstikke top. Ik ga gelijk even door over hem over 3-10 of zo. En dan doe ik even een potje. Echt krachtpunten van Spike nodig. Mijn Spike is nog steeds kracht level 2. Dat is echt verschrikkelijk slecht. Dus ik moet echt iets Spike krijgen. Oké, ik heb vorige week iets gezegd wat ik totaal niet had moeten zeggen. Want ik had namelijk in de video vorige week gezegd: elke 1000 likes van deze video, dan koop ik 10 euro aan dozen voor een video van volgende week. En ik dacht op dat moment: ja, dat is wel een idee. Misschien dat we 7, 8000 likes halen. Dan is het toch een beetje overzien. Maar we hebben die video 14.000 likes gehaald. Dat is insane. Dat is 120 euro aan dozen openen. What the fuck? En ik had ook al gezegd: elke 1000 abonnees.
lezen wij op die dag, is dan ook nog een speedo extra. En dat hadden we ook nog gehad. Dus we hebben in totaal, zeg maar, 14.000 likes plus 1000 abonnees. In totaal 150 euro aan edelsteden. Wat ik ga uitgeven, zeg maar, in ieder geval qua aankopen. Nou, scheelt het dat er momenteel een aanbieding is. Dit is een aanbieding die 3 keer overdelig is. En ook nog, hier heb je nog 3 extra megadozen. Dus dit zijn sowieso 2 dingen die je gaat kopen. Maar dat is natuurlijk nog lang niet 150 euro. Voor deze 2 aanbiedingen tel ik 40 euro. Dus dan gaan we dan binnenkort nog steeds voor 110 euro echt naar edelstenen kopen. En dan gaan we daar al de rest van de megadozen mee openen. Maar dat is echt insane. Dus met andere woorden, dit wordt de duurste video ooit voor mij. Ah, het is ook bijgesteld. Ik had niet zo beloofd om te doen. Maar smet allemaal duimpje op deze video. Als we deze video in ieder geval 10.000 likes zouden kunnen halen. Zonder dat ik zeg dat ik 10 euro per dag likes zou opmaken. Zieke game. Zieke game. Mat. Ja? Nakata? Baby Nakata is 84k. Elite Man is ook zoiets, hè? Ja, die is ook 84. En Deco, 84, baby. Inzaghi, 84, 85, 88k. En Van Nistelrooy, 90. Ja hoor, we hebben het wel te doen. Lekker. Dan gaan we in totaal 7 megadozen over, nu al. Dus dat is echt heel. En we hebben natuurlijk ook die coins erbij. Dus alleen maar leuke voordelen. En ik denk dat we deze video wel een nieuwe legendarische kan op goed krijgen. Als je 150 euro uitgeeft, dat is echt insane. En we beginnen dus nu al met 7 megadozen. Maar we gaan er nog zoveel meer openen. Maar ik hoop stiekem dat er deze week ook nog een andere aanbieding tevoorschijn komt. Met veel megadozen, zodat ik... Check ja, okay. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar dat zien we wel in de verloop van deze video wat gaat gebeuren. Tot nu toe nog geen nieuwe knop, maar ik denk dat ik sowieso wel Shelly kan upgraden naar maximaal level deze video. Want ik heb zin voor Shelly op mijn tweede account nog maar 98 zeg maar punten nodig. En dan kan ik hem upgraden naar maximaal level. En wat helemaal niet, helemaal op pijn. Nee, joh. Wel pijn. Nee, man. Dat is de enige manier die dus doe jij kan scoren. Nee, gast. Echt wel. Oké, kom, doe potje. Let's go. Krachtspel kan spelen of andere game modes waarmee je kracht meer nodig hebt op mijn tweede account. En dat is wel echt heel chill als dat gaat lukken. Al primo nog en dan waren dat de 4 megadozen van nu. We gaan ook trouwens kan nu upgraden. El primo, dan zou ik die alvast upgraden. B kan ik ook upgraden, dus dat is ook nice. En heb ik verder nog upgrades? Nee, dat waren upgrades voor nu. Maar we hebben nog 3 megadozen. En dan gaat de tijd even vooruit en dan gaan we de rest van de megadozen overgaan. Alleen weet ik niet dus of ik echt 110 euro ga uitgeven of dat ik aanbiedingen ga kopen. Hoe dan ook, ik ga wel in verhouding kopen. Het is niet dat ik zeg, oh deze aanbieding is 50 euro waard, terwijl dat die minder waard is. Ik ga wel in verhouding rekenen. Maar deze 2 aanbiedingen samen, die waren 100% zeker, waren die 40 euro waard. Maar we gaan verder. Ik kom trouwens Shelly bijna upgraden, zag ik net. Want dan had ik het net best wel wat gekregen. Max kan ik sowieso upgraden. Al moet iemand nog niet. En Brocco. Oké, dat is chill. Maar dan hoop ik dat ik nu nog Shelly ga krijgen. Want dan wordt dan mijn knokker. Die kan upgraden, maar dit is insane. 7 stelen items. Dat betekent dat ik sowieso 2 nieuwe knokkers krijg. Ik kan het eigenlijk anders dat ik een legendarische krijg. Shelly, die kan ik nu inderdaad upgraden. Dat is thuis. Dus dat kunnen we ook wel doen. Maar we krijgen gewoon 2 knokkers. Alle normale knokken zo hebben, dus het is sowieso mythisch, episch of legendarisch. Nou, niet. Oh, ik ben echt heel gespannen. Misschien zijn er wel sterrenkrachten. Oh, dit is echt de laatste video ooit. Oh, ik hoop zo overleden. Kom maar, Mat. Mat. Oh ja, oké, dit is echt heel nice. Maar ik ben als eerste knokken, maar ik ga nog een legendarische knokken krijgen. Dat zou ik helemaal ziek zijn. Kom maar, dan. Tara. Mortens. Maar kijk, dat vind ik niet eerlijk. Als ik 150 euro uitgeef, moet ik toch sowieso een nieuwe knokken krijgen? Ja. Kom, mijn account is echt kut. Ik heb alle trofeeën pad. Ik speel best veel, maar ik krijg nooit een nieuwe knokken erbij. Toch?
toch heb je een en ja, jij speelt het één. Jij speelt het heel eventjes en dan ga je denken van, wat zal ik gaan doen? En dan krijg je ineens een gadget, een sterrenkracht. Ja, jij opent die en ik ga even spelen. De landiemand, de landiemand, de landiemand, de landiemand. Nee, ik zie het. Jij denkt leuk, open ik een paar doosjes. Ik kan het hier gas, denk ik. Ja, krijgt die crow, spike. Gas, ik kan het hier. Ik kan het hier, ik kan het hier, ik kan het hier, ik kan het hier, ik kan het hier. Goed, deze is van mij. Pak jij de huisje daar rechts? Oh. Ja, de heel grappig jongen. Zit hier in het kistje. Sorry. Niet hier. We gaan geen mensen pushen. Jawel, we gaan ze lekker kip. Wiggle, wiggle. Ik wil dan eerst mijn punten, dan pas. Hé, hey, we zitten cirkel. Wat zit erin? Wat zien? Ja, we zitten op een cirkel, ja. Een blauwe XP coin. Hutsie! Ik ben er bijna op! Ciao, loesoe! Hutsie! Ik Seth van den Berg. Ja! Wat is zijn naam? Na dit potje ga ik even FIFA doen, oké? Voor de Laporte. Ja, is goed. Ga ik even solo grinden. Het loop hier alleen in de stille stad. Ik heb nog niemand gezien. Hit me dan, jongen. Van de badapies hier zo. Pijn? Ja. Zie je dat dingetje met die vlag daar? Nick is online. Ja, Nick! Dan ga ik met Nick. Ja, dan ga ik daar met Nick. Maar niks niet goed. Niks is even goed als jou. Kutbus. Kijk je Pep, hak dit paaltje om deze paal. Van dit paal. Ik denk dat ik hier 10 voor krijg. 47. Veel joh. 47. Het is belachelijk veel. Hier landde iemand, dus hij denkt, haha, ik ben alleen. No, de Matthijs en de Pepijn. Kom maar naar jou toe. Kijk mijn juist schiet, dan weet je waar ik ben. Dan ga je mijn schiet typen, dat vind ik niet lief. Ik heb een blauwe tag, haha, je valt. Hij is dood. Als ik een blauwe tag heb en een burstenjaar, hij is dood. Dat had ik vorig jaar. Kom, hij is sowieso wel dood. Ik ben er. Wij zijn er. Oh. Nee, ik ben er. Oké, ik ben dood. Hij heeft de burst. Hij heeft volgens mij een goede burst. Kom nu. Kom dan, hè? Met je pijn nokken. Weet je nokken nou, hoor? Knokker. Nieuwe knokker heb ik nog niet. Ah! Oh shit, ik mat. Hij is aan de andere kant. Fuck! Yo! Kutbel! Yeah! Hebben aids. Maar god, hij zit ineens helemaal uit niets. Springt hij ineens even daar. Ik nodig Nick uit. Nick die gaat niet met Sven. Ik ga niet met Sven. Nu moet met mij. Nick zegt FIFA 20. Nee. Ja, maar doe even leuk. Doe even. Oh. Oh, wat een heerlijk begin is dit. Twee nieuwe knokken. Ja, Nick die moet geen. Gedaan. Mijn enige knokken die ik op dit account maximaal level heb. Maar dit was in ieder geval voor dit gedeelte van de video. De tijd gaat nu vooruit en dan zien we het komende gedeelte met nog meer nodig van deze video. Ondertussen is het donderdag. Er is nog steeds geen update geweest. Er is nog steeds geen andere aanbieding geweest. Dus dan weten jullie wat dat betekent. Ik krijg gewoon bam in de store. 110 euro aan één op de ene komen. Yo, ik moet echt stoppen met het doen van dit soort video's. Weet je, het is wel nice, maar ik had natuurlijk ook nooit verwacht dat we zoveel likes zouden halen in de vorige video. Maar ja, weet je, ik heb het wel. En daarom ga ik het doen ook. Dus aankomen is voltooid. Jullie zien het. 2000 edelstenen in de pakken, hoor. Yo, we hebben trouwens ook sterrenkrachten die we kunnen kopen. Namelijk voor Shelly zijn er momenteel 2 in de store. Ja, Shelly is de enige knokker die ik graag level 9 heb. Dus die kan ik eventueel kopen, maar dat ga ik nog niet doen. Ik wil eerst kijken of ik ze misschien uit de megadozen kan krijgen. Want ik ga natuurlijk mega veel megadozen openen. Ik ga deze kant ook even...
Wat een goede gast, zeg. Mega veel megadoos open. Oh, wat? Ik heb twee dingen in het centrum. Een dagelijkse doelstelling is een pakketje. Oké, leuk. En ik heb nog een pakketje op niveau 7, dus een 15. Ik heb gewoon twee pakketjes. Ik ben nu al gewoon level 7 in Pepijn. Ja. Pepijn, ik ben nu op FIFA level 7. Een premium jumbo goud pakket. Dat is toch een 25k pack? Nee, veel minder. 7,5. 20 dan. 7,5. Zeker niet. Kijk maar, bij goud pakketten. Een premium goud pakket. Ja, maar dat is een premium goud pakket, hè? Ja. Ik heb een premium jumbo goud pakket, heb ik. Ja, ja, ja. Dan is hij 10, dat is het 10k. 12,5 toch? Ja, 12,5, 10k. Ja, dan, die is echt goed, jongen. Die is OP. Ik heb het eerste pakketje geopend. Het is een border. Het is geen walkout, jammer. Maar dat is een zeldzaam spelerspakket. Jammer. Dit is Pickford. Nou, weet je, boeien één zeldzaam spelerspakket is goed. Gewoon leuk. Pickford? Heb je Pickford? Ja, maar dan zit één pakketje, volgende pakketje. Een premium jumbo goud pakket. Hier verwacht ik wel iets goeds uit. Het is inderdaad een borden. Is dat een team van de season? Nee, het is een Champions League, hè? Oh, na Champions League. André. Nee, die moet je in je club 85 houden, 85 rating in de club. Die moet je in je club houden. Ja, dat is toch untradable. Berghuis! Hey! En Sansom. Hoe zit Joe Nick nou niet? Ik heb wel gewoon een border en een walkout gepakt, hè? Pep, ik dacht even dat ik een team of the season had. Nick Labak, geïnvite. Maar volgens mij moet hij even iets doen, volgens mij, want hij staat de hele tijd alleen in het menu. En ik loop hier alleen. Ik moet voorzetten met Mo Salah en winnen. Green versus red. Oh ja, en met Doucouré scoren. Dus ik een voorzet kan geven op Doucouré met Salah. Hardcore. Ja. Je hebt die grijze wapens en dat zijn allemaal. Hey, pijn! Hey, Matthijs. Als ik een voorzet met Salah kan geven en hem dan met Doucouré score, heb ik beide Messi's in één keer. Oké. Kom met mama, combat. Combat. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Nee, ik heb geen coins. Trash, 1, 2, 3. Oh. Oh, mensen. Goed, hij zit ook op pauze. Ja, dan komt hij goed. Old Trashford. Old Trashford. Nu kan het wel doen, zijn dit jij weer. Uw moeder heeft Ebola. Uw moeder heeft heel veel Ebola. Waarom doe ik dat eigenlijk niet? dat mag je niet allemaal zeggen, mijn jongetje. Maar ja, niet maar één je mag gezegd worden. Ik kan maar een paar keer de doodstraf krijgen. Ja. Echt. Je gelooft het niet, hè? Fuck jou! Nee. Heb je iets? Ja. Oh. Dat kan allemaal in deze. Kijk. Druk die weer even. Ah, verder. Ik kan boetjes bij me. Helemaal 9-2. Shadows / exe. Ik moet naar de shadows! Ik moet naar de shadows! Wauw, nice. Ik ben geluk Noordjaars van haar weer gehad. Met een oh ja, echt wel! Jawel! Maar je hebt eet gehad. Dat valt ook onder Rijn mee. Pepijn, maar je hebt eet gehad toch? Ja, een beetje maar hoor. Maar daarom! En dat valt ook onder heimwee. Onder deze bordjes. En ik kut ze me al doen, jongen! Godskleren! Ik heb nou gewoon een neiging om mijn controle door de tv in te gooien, maar het is dat het niet mijn eigen tv is! Hun zijn slecht. Yo! Dama trouwens!
Hun zijn slecht, jongen. Holy shit. En de mensen, die krijgen aids. De wereld sterft open. Ha. Alsjeblieft. Dat was te... Die vind ik wel goed. Die vind ik wel goed. Hé, hey, ik moet tegen... Trashford spelen. Trash... Alexander Trashford. Hé? Hey. 1 HP. Hij is literally 1 HP. Dat is toch wel Rashford? Eindelijk is dat. Ja, tuurlijk. Hij is Trashford. Ja, dat weet ik. Hij is trash. He's trash, man. He's trash, bro. You're a piece of trash. Waarom join dat kindje? Can't fool with trash. Dead are you. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hij heeft Tony allemaal alleen gebracht. Dat is niet eerlijk. Ah ja, doe je niet goed leren. Als je penalty zit, jongen, dan word ik lopen. Ik kan wel eens snijden. En hij scoort. Fucking kanker game. Ook nog eens die tyfus hier. Deze heeft niet kunnen me niks. Ik lief al wel. De moeder wordt verknoogd. Fucking pure trash, vuile tyfus allemaal. En de Vincent die praat. En de mensen zijn uit de wereld gaat. Open. Missie Mark. Missie Mark, maar Mark. Hey, is gewoon niet grappig. Hoeveel rating is jouw team? Zonder leenspelers. 186. Hey, ik ook. Het is gewoon niet grappig. Alleen, bij mij kan die nog hoger. Ik denk wel dat ik een 187 krijg. Zonder leenspelers. Met leenspelers kan ik een 190 maken. Oh, tegen het. Nou kom ik tegen een basic Premier League teampje. Maar die Monster Watch kaart is actually chill. Welke Monster Watch? Gewoon, als je weet wat het team van de week wordt. En jij koopt zo'n Monster Watch kaart voor eerst goedkoper. Want die wordt al geüpgraded als hij in de team van de week zit. Ja. Ach, dit is een beetje triest. Deze ding is een triest. Ja, de deur op de lijn, dat brrrr. Doekoerij. Kijk, die missies zijn niet heel moeilijk, Pepijn, maar dat winnen, dat vind ik moeilijker. Ja, dat vind ik dus ook. Kijk, de missies van doen, gewoon, je hoeft niet te winnen, zo van, ja, nou, fantastisch. Maar als je moet winnen, die vind ik veel moeilijker. Mensen, ja, dat moet ik. Ik moet tegen FC Mug. Ik moet tegen Mug. Ik zweer het, ik moet tegen Mug. Pepijn, ik moet tegen Mug. Gewoon Mug, man. Elwan, niks tegen Doekoeré. Doekoeré gaat scoren, papa. En ik wil winnen. Heel graag winnen. Ja la 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 la. La 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 la. Ik vind het echt kut, want de pijn. Ja. Ja, echt, het is echt kut voor mensen op Xbox, want daar is alles soms gewoon een speler een miljoen duurder. Ja, soms wel. Of op PC. Ja,
Hé, hey, ik voel dat ik tegen deze tegenstander allebei de missies kan halen. Of in ieder geval één. Ja, Doucouré heeft gescoord, dus één. Gaat hij nou gelijk lieven? Nee, toch? Je gaat me toch niet vertellen dat hij gelijk naar Doucouré zijn boel gaat lieven? Nee, dat dacht ik ook wel. Maar hij gaat nog niet verder, ook niet. Dat ook niet. In de wereld gebied. Lekker dan. Nou, nog een voorzetje met mijn rechtsbuiten, Salah. Hé, en dan heb ik gewoon beide missies in één potje. Lekker dan. Nou, dat nog 5 potjes lang, of eigenlijk 3. Is dubbel vierkantje ook een voorzet, ja toch? We hebben dubbel vierkantje toch ook gewoon een voorzet? That I don't know, man. Hij schiet 2 keer op de paal. Zo! Kun Aguero! Hij met tegenstander! What the fuck? Hij scoort dus vanaf de middenlijn, maat! Hoezo doet die glitch het nog? Ja, weet ik veel. Die glitch die... Als goed is die... Een kutglitch. Ik weet dus niet hoe die glitch moet. Waarschijnlijk een R1 schot, anders altijd. Een L2 schot. Ja, dat kan ook. Want een geplaatst schot denk ik niet. Nee, I don't know. Ja, ze plaatsen niet. Anders gaat... Geplaatst ze altijd met een boogje. Goh, doet hij het nog een keer! Kom de fucking voorsprong, die kanker Aguero! Nee, ga maat. Je moeder, je moeder. Tape 8. Wat ga je doen dan, jou? Hey, Sergio Kun Aguero, hey jij daar? Homogus, waar ben je dan? Ja, even. Hey, Homogus, waar ben je dan? Nee. El Homogus, waar ben je dan? El Homogus. Hey, Amadi. 2.0. Hey, Homogus, wat ben je? Nee, niet die kut ook weer, hoor, jongen. Die had niet nog kunnen doen. Die had niet nog kunnen neuken. Goed. Matthijs, waar ben je mee bezig? Dek ook Lucas Moura! Woehoe! Ah, oh, dit zie je. Dit zie je. Haha, hij mist. Ik weet niet waar ik ben. Het is grappig. Dus. Ja, hoe mag ik? Waar ben je dan? Hé, hey, Matthijs. Hoe? Hey, hoe mag ik? Waar ben je dan? Je mag echt het pijn. Ja. Precies FIFA. En hey, homogus, waar ben je dan? Het is gewoon de uitbeelder van FIFA. Oh, sluipschutters weten gewoon wat FIFA is. Oh. Ik vloog later buiten spel. Dan denk je dat je een goal hebt en dan is het eigenlijk toch niet zo. Want wij zijn FIFA, wij zijn kutkindjes. Wij zijn EA Sports. Game. Ik woon in de Eli-straat. Dan ligt het daaraan. Ja. Dan kom je allemaal tegen die I. Nee, ik woon niet in de... Nee, ik woon helemaal niet in de Eli-straat. FIFA, die woont in de Eli-straat. I know, scoop hem. Daar wonen alleen maar mijn gootjes in de Eli-straat. Oep. Ja, ja.
Ja, toch? Dat is nou ongelijk. Yes, 2-2. Ja, 2-2, maar die gekke Aguero van net, joh. Oeh. Hiermee kan ik wel mooi mijn nines oefenen. Oeh, ik kan 90 zonder te springen, dat vind ik wel lijp. Ik deed dat nooit namelijk. Kan je dat nu pas? Ja, nou, ik kon het wel, maar ik had het nog gedaan. Nou, oh, ik wou net zeggen, als je dat nog niet kon, dan ben je wel een beetje heel erg slecht. Ze gaan wel een stuk makkelijker dan normaal. Die. Dat ook wel. Heel bewust. Waar ben je dan? Hè? Waar ben je dan? Elmogist, waar ben je dan? Weet je wat ik raar vind? Bellerabi heeft betere stats dan Salah. Maar Salah heeft een 90 rated en Bellerabi een 88. Ja, dat is gewoon typisch FIFA, hè? Nou, wat zal dat nou aan liggen dan? Elmogist. Waar ben je dan? Weet je, dat snap ik niet. Salah is een 1 stat beter. En voor de rest echt niet. Moet je maar eens kijken op ze. Misschien heeft hij meer een... Ja, ik denk omdat hij de Champions League heeft gewonnen. Had hem nog een 93 kaart gegeven. Fucking Ronaldo en Messi, die winnen niks. En die geven een 93 en een 94 kaartje. Ja, nou, ze hebben wel iets gewonnen. De Ballon d'Or. Niet toch? Jawel, Messi heeft de Ballon d'Or gewonnen. Je mag Ronaldo niet. Nee, dus dan mag Ronaldo 90. Oh, hallo. Ja, maar Messi hoort ook een 94 te zijn. Nee? Salah heeft een betere prijs dan Messi, vind ik. Ja, maar de Ballon d'Or van de beste voetballer. En dat is als team. Ja, joh. Dus. En Salah heeft in die finale maar 1 goal gemaakt en dat was het pingel. Alsnog, ik vind Salah een legend. Ik vind zijn krullenbolletje zo mooi. Waar ben je nu dan? Ik vind dat echt leuk, die krulletjes bij Salah. Waar ben je dan? Waar ben je dan? Oh, de baby duo kerstje is begonnen. Zo, even die inviten, want die kan dat heel goed. Even die inviten. Zit nou nog steeds zit nog steeds FIFA. Dat vind ik leuk. Ja, Nick. Ja, Nick zit nog steeds FIFA. Nog steeds in het scherm. Nee, gewoon normaal. Hij zit FIFA. Om een potje te doen. Ja. En dan joint hij ons niet even. Nee. Maar die counter-attack weer, jongen. Godskleren. Nou, wat? Ja, nou, het was het. Nee, maar wij waren dus aan het praten zo. En dan opeens. Ik kan gewoon. Ja, ik heb gewoon gelijk. Over Nicky. Stel je de trouwe waarheid. Ik dacht dat het over Nicky. Fucking 89 reet is beter dan Salah. 90 rating. Lekker foes. Lekker, je kan eigenlijk die kanker weer iets doen. Niks meer doen. Goedje, wat ben je dan? Omgust, hè? Waar ben je dan nu? Ja, omgust. Wat ben je dan? Oké, maar Pep, dat hij een 90 rating heeft, snap ik inderdaad ook niet, Laporte. Maar ja, weet je, boeien. Des te meer rating telt het als voor mij. Goed, 3-3. Doe Korees Kostas nog een keer. Doe Korees. Laat Doe Korees ook een hat-trick scoren? Ik denk het wel, hij is gewoon ziek op. Dat is wel grappig. Ik beschouw jou, hè, homo. Want Aguero heeft er ook een aan, Doe Korees eentje is grappig. Ik zou het grappig vinden. Nee, maar ik moet serieus gewoon winnen, dus. Zo moet ik toch wel een keertje scoren. Dus dat is wel kut voor die kutmissie, dat je moet winnen.
Is nou iemand in de livestream van Pepijn die missies voor mij wil doen? Laat het weten in de chat. In de chat, hieronder. Doe. Mag je onze party doen? Dan mag je alle missies voor me halen. Sprout! Als je slecht bent. Sprout! Ik heb sprout! Weer. Yes! Maal niet. Ik heb sprout. Jij reageert anders. Nee, sowieso niet. Ik ben niet eens meer tevreden, want gast. Ik ja, jongen, hou wel weg mee. Ik ben niet eens meer tevreden, jongen. Tief toch op mijn tieve zomer of zo. Nee, grap. Nou zit jij ook helemaal voor aan de stream. Wie, mij? Ja. Ja, hoor, ja. Nou, volgens mij zit je jezelf voor lul. Hoe zit dat? Kijk die fucking grote slier hier op het veld. Nee, serieus. We hadden hier een muur. Al mijn spelers stonden in die muur. Heb je één vieze grote slier? Je hebt deze vieze, vette, grote sliertgast. Bieke is nu online. Stuur ze allebei in, vijf. Nee. Alleen Sven die zei, ja, stik hem maar in. Nou, weet je, dan kan hij lekker stikken en dan kou nog in. Sterling. Sterling, jongen! Je kijkt helemaal niet kanker game! Slaat nergens op nu! Zit Sherpy aan, ik wil zien. Nee! Jawel, doe gewoon, ik wil zien. Nee, woebe! Nee! Ik wil zien gewoon. Gods kleren, ben ik de dopje ook nog eens kwijt? Nou ja, daar zien we daar van eigens wel. Kom van eigens. Van eigens. Ja, of van eigens wel, ik kan de game in. Oh, hier zo ligt hij. Nou, dan gaan ze met Timo Werner sprinten, want iedereen is laag sprinting, iedereen is moe, dus kunnen ze niet meer sprinten. Timo Werner is niet moe. Oh, Matthijs, wat doe je nou? Laat jezelf uitspelen. Gouden wissel! Timo Werner is kort 1 minuut nadat hij gewisseld is. Ik zweer het je, Pep. Ja, Hoeve. Gouden wissel, zie je nou nog een keer scores? En nu speelt er iemand anders. Net heette hij nog Shadows. En nu heet hij in Sturren nog iets. Ebba, gaat hij nou iemand anders laten spelen? Zaha. Nee. Timo Werner scoort bijna nog een keer. Heerlijke vrije trappenplek, heerlijke plek. Oh, maar mag ik alsjeblieft, mag ik kijken? Precies. On the livestream. Ja, mama. Wat ben je dan? Oh, ik moet eerst... Yo guys, tot jullie hebben allemaal gekeken. We gaan nu stoppen.